dan vraag ik mij dan af, wie controleert de media? De media kunnen mensen maken of breken, hè, zie mevrouw Yeşilgöz. En als het niet klopt wat ze zeggen of schrijven, is het kwaad al geschied. De beschuldigingen staan dan in een vette koppen, de rectificaties staan maanden later pagina 16 klein. Wie controleert de media? Ik weet het niet. Het is een soort vierde macht die volledig in zijn eigen gang kan gaan. Volgens mij begon de heer Öztürk in een van zijn eerste zinnen met wie controleert de media. En dan voel ik toch wel heel veel behoefte om daarop te reageren en aan te geven niemand. Dat is nou het hele punt van de vrije pers. En in aansluiting eigenlijk op wat mijn collega naast mij zegt, de heer Van der Mol van het CDA, zou ik DENK graag willen verzoeken om ook echt afstand te nemen van het idee dat onze pers hier niet vrij zou zijn. We hebben hier vrijheid van pers, niemand controleert de media, dat is het hele punt. En elke keer als we dit debat moeten hebben, voorzitter, dit is het fundament waarom er wantrouwen begint te ontstaan tegen onze journalisten. En dat neem ik DENK en Forum en dat soort partijen echt kwalijk. De heer Öztürk. Het is onzin dat niemand media controleert. Tuurlijk, ze hebben allemaal bazen. We hebben net gehoord, de ene baas trekt er 140 miljoen euro eruit. Ja, 150 miljoen euro eruit. Dat betekent dat ergens bezuinigd moet worden en dat er een bepaalde manier van werken moet gepresteerd worden. Dus laat ik zo zeggen, dan weten we in ieder geval allemaal hoe DENK er echt in zit. En dat volgens DENK die vrijheid er niet is. En dat, dat het gecontroleerd zou moeten worden. En sterker nog, dat er ook gesprekken moeten zijn tussen de politiek en de pers over wat zij zouden moeten berichten. Ik vind dat ontzettend zorgelijk. Ik vind het kwalijk, voorzitter, dat een Nederlands parlementariër dat soort ideeën heeft. Maar ik ben blij dat we dan het debat hierover kunnen hebben. En ik ben ook blij dat op deze manier de rest van het land komt te weten.